Hallo allemaal en welkom. Vandaag speel ik niet. Ik geef even een kleine privé-update. Een hele grote privé-update. Sorry voor de dozen die daar staan. Ik heb net pakketjes binnengekregen. Mooi rot, het gooit er naar buiten. Ik ben verliefd. En het is geen geheim. Ik had verwacht dat ik de rest van mijn leven alleen zou blijven. Dat ze me dood achter mijn computer aantroffen, een jaar later of zo. Maar het tegendeel is bewezen. Ik laat haar zien. Zo moment, over een moment of wat. Maar we zijn collega's van elkaar. Ik werk bij Zandstraler, ik sta binnen en zij zit op de heftruck buiten, dus we zien elkaar niet continu. Dus ik kan werk en privé zeer goed gescheiden houden. Elke ochtend als ik aankom, krijg ik een berichtje van kom je brood ophalen en dan ga ik de bar naar de kantine en daar zit ze dan meteen om armen zoenen en et cetera. En dan geeft ze me brood en dat brengt en leg ik in de meiskast beneden. En volgende week maak ik het brood. We zitten ook aan tafel met de pauze, daar zit ze bij ons. Terwijl ze niet bij onze club hoort eigenlijk, maar omdat we een paardje zijn. Dan heb ik gezegd van, weet je wat, kom maar door onze tafel zitten, want wij delen ons fruit onderling. Zo. Dus, vandaar. Maar dat is alles wat ik zeg van het werk. Behalve hoe ik haar heb ontmoet, want dat is iets anders. Ze werkt nu 5 of 6 weken bij ons, dat weet ik niet precies, maar 6 weken geleden, ervan uitgaan dat het 6 weken is, zag ik haar voor het eerst. En bij mij was de vonk al overgeslagen, wat de vonken al overgeslagen. Ik dacht, ik hoop niet dat ze bezet is. Ik hoop dat ze wat in me ziet. Ik hoop dat ik contact met haar kan leggen. Want ik ben niet zo iemand die makkelijk contact maakt. Dus ik heb alle moed verzameld. En ik zie het toevallig in het washok. Het washok, ja, ze noemen dat waarschijnlijk het washok. Maar, en ik stel me voor, vertel dat ik ook bij waar zij werkt, dat ik daar 7 jaar gewerkt heb en blablabla. Dat soort dingen voorstellen. Ja. En de tweede dag ook, maar dan werd weer intieme gesprekjes gehouden over hoe lang jij alleen. En ik zeg, bijna 18 jaar en jij, ja, 13 jaar zo. Dus ik begon al hoop te krijgen. En op een woensdag. Ze werkt dan tot 3 uur, de 1-2 weken hoor, tot 5 uur en dan 2 weken 3 uur. Ik werk standaard tot 4 uur. Maar zag ik er buiten en ik zeg, jammer dat ik je nu pas zie, ik had je eigenlijk voor 11 uur willen zien. Ik zeg, waarom dan? Ik zeg, ik had je wel aan vragen of je met me mee naar de Dam wilde gaan. En ze klinkt eigenlijk, ze zegt, wat gaan we doen dan? Ik zeg, de week doorzagen. Nou, toen moest ze wel lachen, maar ik begon ook wel, kon ook wel aan de opmerking uitmaken dat ze iets anders had gehoopt. Dus ik denk, kom voor de bakker. Dus, en echt de hele dag zat ik aan haar te denken van, ja, zal ze ja zeggen? Zal ze al bezet zijn? En, zal ze, wil ze wel überhaupt wel? En nog meer van dat soort dingen. Op de duur ben ik er zo gestoord van. Dat ik denk van, ik moet nu echt de moed verzamelen om haar uit te vragen. En dat klinkt misschien simpel, maar voor mij is dat alles behalve simpel. Dus ik doe mijn deur van mijn loods open. En ik zie er toevallig op de heftruck zitten. Dus ik loop naar de toe en ik zeg een hele goede morgen. En zij ook, goedemorgen. Ik zeg, en toen flapte het er ineens uit. Ik zei, wil je misschien met me uit eten van zaterdag? Ze twijfelde, want ze dacht dat ik weer een geintje maakte. Maar ze uiteindelijk toch ja. Dus, net was geregeld. Yes, ik heb het gedaan. Ik ben zo trots op mijn eigen. En even vooruitlopen. De zaterdag. Ik moest eerst werken zaterdag. Dus ik had voor de middag afgesproken. Voor een lunch. En
Nou, ze kwam bij me rond 1 uur was ze er. Nou, het is bij mij niet om de hoek, dus lekker makkelijk. Bij de ruitenkar, Admiralengracht, op het hoekje. Iemand die in de buurt was, die weet precies wat ik bedoel. Het heet de Vereenheid het Radijs, nu heet het iets te neef van... Maar lekker gegeten en nou, lekker babbelen, koffie, er kon niet genoeg koffie aangebracht worden, ik bleef zuipen. En zij dronk wat minder, maar thee, maar geen koffie, helaas. Maar tijdens dat etentje ook al dat dingen besproken met me, wat zit ik met mijn handen te werken? Dingen besproken. Pistachenootdopje. Oh. Ja, ik heb pistachenoot gegeten. Ja, we hebben dus praten. Maar ja, je zit in een volle restaurant, dus iedereen kan meeluisteren. En, ja, bepaalde dingen wil ik niet dat andere gedeeld wordt. En, nou. Dus ik denk, nou weet je wat, misschien wil ze met me mee naar huis. En ik vraag het, hè. En ze zei, ja, dat is goed. Dus ik naar mijn huis. En nou, ze komt boven. En, ik laat het huis zien. Dakterras. Een balkonnetje voor de slaapkamers. Blablabla. Maar ik had er al verteld dat ik de VR-bril had. En ze zei dat ze wel wilde zien wat het was. Dus ik denk dat ze wel dan meteen... Een goeie. Ik zeg, hier zit die bril nog op je neus. Hier heb je de controllers. En dan heb ik er... wat heb ik er ook wel laten spelen? Een horror game heb ik er laten spelen. En nou, dat was lachen. Maar ze kan er niet tegen, want ze wordt draaierig. Dus ze heeft die headset. Ik zeg, dan moet je die headset afzetten. Want dan kan je er niet tegen. Nou, heeft ze die headset afgezet. En ja, op de duur was het eigenlijk tijd om te gaan eten. Dus ik zeg, wil je misschien mee eten? Ja, dat is lekker. Dus ik denk, ja, weet je wat? Sperrips. Dus ik heb een family portie sperrips besteld. Nou, was een uurtje duurde het voordat hij er was. Nou, maar dus het was al 7 uur. En we hebben die sperrips gekregen. Nee, maar ik had het anders besteld. Sperrips heb ik de volgende dag besteld. Wat had ik de eerste keer besteld toen? Oh, Chinees! dus ik had nasi besteld. Want daar houden we allebei van, dus lekker makkelijk. Nou, dus een uurtje later werd dat geleverd, dus hebben we lekker heerlijk gegeten. En, ja, toen was het al 10 uur 's avonds. En ze moest naar Noord. Met de pont, dus ik denk van, nou ja, misschien dat ze hier wil slapen, dus ik vraag, wil je misschien blijven overnachten? Nou, dat wilde ze ook. En dat werd een latertje. Want we zaten te praten en dingen te vertellen over wat ik leuk vind, wat zij leuk vindt, wat mijn interesses zijn, wat haar interesses zijn. Nou, zij is 51 jaar, ik ben 52 jaar, dus de leeftijd zit ook goed bij elkaar. Ze speelt de Sims, net als ik, dus ook daar hebben we elkaar in gevonden. Dus we hopen dat de Sims 5 online is, want ze wil met mijn karakter trouwen. En ik ben haar karakter, dus dat komt goed uit. We gaan niet trouwen. Dat niet, want ik wil niet trouwen, dat zij ook niet, dus dat delen we ook samen, want ik ben 1 keer getrouwd geweest en het is de hel voor me geweest, dus nee, dat wil ik niet, maar ik ben zo blij dat ik de stap heb durven nemen om haar te vragen, want dat zeg ik, ik ben normaal niet zo makkelijk met dat soort dingen vragen. Ik ben meer het type van, ik wacht wel even af tot ze naar mij komt. Maar in dit geval wilde ik het niet gokken dat het de verkeerde kant op zou gaan. Maar ja, ze was al 13 jaar alleen, dus ja. Dus is dat weekend is ze bij me gebleven. Dat was 2 weken geleden. Lopen we even een weekje verder. Koningsdag, 2023. Moest ik werken. En...
Ze belt me ineens en ze zegt, moet ik je misschien om 12 uur ophalen? Want ik zou dan van donderdag tot en met maandag, afgelopen maandag, dus dat, zou ik bij haar blijven. Dus ik zeg, ja, dat is goed. Dus ik zeg, maar ik moet wel even naar, want ik moet even mijn spullen pakken. Want ik ga niet 4 dagen in mezelf te kleden, zeker niet in mijn werkkleding. Ja, thuis doe ik het wel, maar als ik bij iemand op visite ga of een weekendje blijf, ga ik niet in mijn werkkleding. Dus ondergoed, sokken, bla bla bla, dat in de koffer in mijn trolley gedaan. In de auto, wat zeg je, een autootje? Ik niet. Pluspunt. En we gaan naar Noord, want daar woont ze. Dus ik kom boven en zij moest. En dit is wat je noemt vertrouwen. En ik ben er nog steeds dankbaar voor dat ze me vertrouwt. Zij moest vrijdag werken, ik was vrij. Ik mocht gewoon, en ze zegt, nou, laat jij gewoon thuis. Of je gaat boodschappen doen, je zal het weten. Maar ik moet werken tot 5 uur, dus. Ik zei, nee, dat is goed. Nou, heb ze me de huissleutels gegeven. En ik heb haar mijn huissleutels daaraan gegeven. Dus, mijn sleutelbosje is aardig aan het groeien. Dit zijn de sleutels van mijn geliefde. En dit zijn mijn huissleutels. Ja, en de fietssleutel. Maar... dat ik daar was, zijn we donderdag eerst de Koningsmarkt opgegaan. Daar heb ik nog een klok gekocht. Nou, die kan je niet zien met een batterij, hoor, maar ik vond het leuk. En een nieuwe... Je bent ermee doodgegooid op Koningsdag. Ik zag ze overal. Ik heb er uiteindelijk maar 15 euro voor betaald, dus... je wist. Nou, zijn we dus Koningdag gedaan. We hebben nog een hele eind gelopen naar Zuideinde. Bovenei. Ik heb van mijn leven nog nooit zoveel gelopen. En zaterdag zijn we thuis gebleven. Ik hoefde niet te werken. Ja, ik moest eigenlijk werken, maar ze vroeg me wel of ik wilde werken. Maar ik heb zoiets van, ik ben op een date. Ik ben op een date. Ja, een date. Maar ik ben beide voor het eerst. Dan ga ik niet werken. Overwerk zal sowieso minder worden nu. Want met kerstdag bijvoorbeeld. Eerste kerstdag werk ik dan niet. Tweede kerstdag werk ik wel. Want ze wil samen kerst met me vieren. Iets wat ik al 10.000 jaar niet gevierd heb. Maar... nou, we zijn nog naar de Zwarte Markt geweest, daar hebben we schaaf. Was heerlijk weer, daar heb ik ook wat kleding gekocht, dingen gekocht. We hebben nog schaafijs gegeten, dat was lekker. We zijn nog geweest in Midgetkolven in Blacklight. Dat was gaaf. Dat was hier. Dat is een brilletje wat je opkrijgt. Nou, fantastisch. Ik kan je een foto laten zien dat mijn vriendin aan het spelen was. Even kijken. Het ziet er heel spectaculair uit, echt waar. Ik had er nooit Midget Golf in Blacklight gespeeld, maar... Ah, heerlijk. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben nog... Oh ja, een klein nadeeltje van daar waar we waren voor dat Blacklight Mitchell Colvin. We zouden daar ook gaan eten. Tot ik de menukaart zag, ik schrok met de pleuris. Een hamburger voor 22 euro. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Dus ze zegt, nou dan gaan we ergens anders eten. Ik zeg, ja, mijn beste. Ze zegt, wil je naar de Mac? Ja. Ook een restaurant wat ik normaal nooit doe, maar ik zeg oké, dat is goed. Was in de buurt. En over 17 euro waren we klaar voor 2 medium menus. Dus ja, het is nog steeds niet de 22 euro voor 1 hamburger. Ik kan er nog steeds niet over uit. Nou, wij winnen op de deur. Was het zondag, dus we 10 uur moesten we naar bed. We moeten de volgende ochtend om 5 uur weer uit.
Ja, dus nou, toen kwam ik eindelijk thuis na 5 dagen. Mijn zus had me katheter gegeven, dus die had geen honger geleden. En vrijdag komt ze bij mij. Yes! Ik moet even kijken wat ik met haar ga doen. Ik zal je zien, laten zien wat dit is. Dit is dus mijn werk. Maar ik ga niet stralen, want ik kan niet wat er gaat met de telefoon. Maar dit was een geintje voor Facebook. Vrijdag heb ik dat gemaakt. Dat was bijna weekend! Ja! Maar dat wilde ik niet laten zien. Ik wilde wat anders laten zien. Oeh, je kan nog zien. Maar dit is op de Zwarte Markt. Lekker schaafijs. Zijn ze wel... Heb ik die foto rechtop genomen? Oh, ik dacht dat ik mijn telefoon zo had. Whatever. Zij heet Karin. Ik heet Chris. Zij is in mei jarig en ik in november. En ze hebben me uitgenodigd op een verjaardagspartij. Tussen twee personen wordt dat dan, want we hebben geen familie voor de rest. En ik nodig haar uit voor mijn verjaardagspartijtje, die ik dan sinds... Ik geloof dat ik 16 was, denk ik mijn laatste verjaardag gevierd. Ik ben daar 52, dus reken maar uit. Ga vieren. We zijn gek van elkaar, we houden van elkaar. Als ze me 's ochtends ook toevallig ziet, dan staat ze meteen met armen bij. Kom. En dan kom ik nou naar om armen met elkaar. Dat was het mooiste. We waren dus al bezig op het werk. Hè. Gewoon met een verliefd worden, et cetera. Op de duur staan we boven de trap, want we wilden naar beneden gaan. En ik neem er in mijn armen. En iets besloot me om haar te zoenen op de mond. En terwijl ik dat deed, denk ik, oh god, ik maak het stuk. Maar nee. Ze vond het leuk, ze vond het goed. Ze zegt, ik zat er al op te wachten dat je begon. Dus ik denk, oké. Het ijs is gebroken, we gaan ervoor. Dus ja. Het is een hele lieve meid. Het is mijn kanjer, het is mijn liefje. We kunnen het goed vinden samen. Ik kijk een beetje moeilijk, omdat je staat tegen elkaar aan en dan moet je een selfie maken. Dat lukt wel. Maar ik ben echt gelukkig met haar. We wonen nog niet samen natuurlijk. Hè. We moeten eerst kijken hoe het gaat. Maar mijn hoofdwerk gaat minder worden. Want ze wil de kerst, wat ik al zei, met me vieren. En dan zei ik, ik zou eigenlijk doen we dat volgend jaar. Maar ik denk, nee. Dus ik heb een appje gestuurd vanochtend met, ik kan alleen tweede kerstdag werken. Nou, dat was goed gekeurd dus. We gaan samen op vakantie. We gaan een weekje, want ze hebben nog niet zoveel dagen, dus een weekje naar het Franse kamp. Dat is een camping in Hilversum waar ik mijn hele leven bijna heb gestaan met de caravan. Nu gaan we met de tent, want ik heb de caravan niet meer. Lijkt me ook hartstikke leuk, want daar begonnen we ooit mee. Ik heb via een collega, die heeft een B&B op zijn platteland. Een weekendje voor geboekt. Dus daar gaan we ook heen. Hugo, nog bedankt daarvoor. We gaan nog zoveel dingen doen samen. En met de tijd gaan we, als we wel samen wonen, dan is het helemaal compleet. Dan ben je van het gesprek gelaten dat een weekendje daar, weekendje hier, weekendje daar, weekendje hier, weekendje daar, weekendje hier. En ik kan er dan heb ik er dag en nacht bij me. En dat is gewoon iets waar ik op zit te wachten. En zij ook trouwens. Dus. Maar we moeten nog even kijken hoe het loopt. Het kan nou goed gaan. En ik denk ook wel dat het goed gaat. Hoor. Ik ben niet bang dat ik het voel. Ik zal het niet uitmaken. Maar ze is hartstikke gelukkig nu. En ik ook. Dus ja, ik lach misschien nou even niet. Maar ik ben echt... dolgelukkig. Ik ben zo gek op haar. Ik hou van de. Ze is mijn allesie. Ze is mijn meisje. En. Dus ik zit bijna s'avonds op Skype met haar lekker te praten en zo. Dus. Ik ben blij dat ik die stap gezet heb. Ik zat gevraagd of ik mijn baardje wilde laten staan. Dus. Je moet doen wat het vrouwtje vraagt. Hè.
Mag ook liefst niet mijn kale hoofd, maar een beetje bedekking, zei ze. Dus, ook goed. Ik vind het niet erg. Nou, ik ben echt hartstikke blij met haar. Ik weet niet hoe lang deze video nu is. Maar het spijt me, maar ik doe normaal, heb ik niet zulke privé dingen. Ik denk, maar dit wil ik wel even delen, want ik ben zo blij. Ik ben zo gelukkig met haar. Ze heeft humor. En dat is iets waar ik van hou. Ik hou niet van chagrijnige mensen. Als we samen zijn, altijd lachen. Met een midget golf ook. We lachen blauw van het lachen, omdat het misging. Het was de bedoeling dat je de laagste score had. En ik heb verloren. Meestal dus, dan moet je de laagste score hebben. Maar ook 3 punten. Dus dat was er eentje. Dat was een hel van een ding. Maar goed, daar ga ik niet over praten. Ik heb ook gevraagd of ze misschien samen op de film wil als we gamen. En dat wil ze ook. Dus er komen ook filmpjes aan met ons twee of zij alleen. Even kijken. Ze heeft zelf geen YouTube-kanaal. Dus, en wil ze ook niet. Zij is meer. Doe jij dat maar. Laat mij maar gewoon achter jouw YouTube-pie zitten, dan is het goed. En ik vind het best prima. Ik deel mijn leven en leed met haar. Dus. En dan, zoals ik al zei, het is mijn meisje, ik ben hartstikke blij met haar. En we zijn samen gelukkig, doe je nog altijd toe. Ik ben blij dat ik die stap gezet heb. Ik heb het al 10 keer gezegd, maar ik ben echt blij dat ik die stap gezet heb, want anders had dit nooit gebeurd. En als ik weer zo zie, moet ik eerlijk zeggen, ik mis haar. Het is pas woensdag, ze komt vrijdag. Nou ja, ik zie hem morgen op het werk ook, maar dat is anders. Dan kan je niet intiem wezen. Ja, ik kan elkaar wel even bijpakken en een knuffel geven, dat natuurlijk. Maar ik bedoel gewoon, weet je doet als je thuis bent, geintjes maken, lekker lang zoenen, dat kan je niet op je werk doen, dat krijg je geit dat je gezeik gaat krijgen. Maar, zoals ik zei, ik had het niet verwacht. Ik had het echt niet verwacht van mij eigen. Dat ik de moed zou hebben om tegen een vreemde te vragen of ze met me uit wil gaan. Jezus, man. Maar ik ben wel blij dat ik doorzettingsvermogen had om het te vragen. Ook terwijl ik zelf zoiets had, een goedemorgen. En nog niet eens dacht van, ik ga vragen of je met mij doet. Wat flopte er zo uit. Zonder dat ik erbij na kon denken. En ik hield me omhoog dicht, want ik denk, oh, ze gaat nee zeggen, ze gaat nee zeggen. En uiteindelijk zegt ze ja, en ik, oh, een pak van mijn hart. Zoals ik al zei, ik liep de hele tijd, liep ik al vanochtend, wil ze wel. Heb ze wel zin, heb ze geen zin, heb ze al een vriendje, heb ze, dat soort dingen. En op de deur, ik maakte me eigen gek, ik stormde naar buiten, doe mijn deur van mijn boot open. En ik zag haar zitten en ik vroeg en ze zei ja, en de rest is geschiedenis. Ik moet er alleen naar wennen. Zij doet fitness en ik niet. Ze hebben al van die fitnessapparaten thuis. Ik zal er niet aan beginnen, want ik hou van mijn buikje. Maar bedankt voor het kijken. En ja. Qua gaming zal het even op een laag pitje komen. Omdat ik eerst wat meer tijd met haar in haar wil investeren. Zoals ik zeg, normaal, ik zit nou met haar op Skype en dan wil ik geen spelletje gaan opnemen, et cetera. Dat stoort alleen maar. Dus ik moet ook zeggen, ik heb al 2 weken niet gegamed. Maar ik ga wel weer gamen natuurlijk, maar dat zeg ik. Ik wil eerst even even prioriteit geven. En niet meteen
weer volop gamen. Dat komt misschien later. Sowieso hebben we afspraken dan, dat we niet de hele dag dat ik de hele dag ga zitten gamen. Dan, ja, dat is niet. Dat begrijp ik. Dat is niet leuk voor haar. Terwijl ze zelf ook spelletjes speelt, maar zij doet het ook niet de hele dag. Dus het is even aanpassen, maar het gaat goed komen. Ik heb nog tot 11 mei de Sims lopen, geloof ik. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat voor een Sims storyline ik ga volgen nu. Misschien dat mijn vrouwtje het weet. Iets weet. Ik weet het niet. Ik wil er eigenlijk namaken in de Sims, maar ik weet nu al dat ik dat niet ken. Dus dat zal niet gaan. Maar goed. Ik heb trouwens al, ik denk 6 maanden geen Sims gespeeld. Ik heb wel de laatste add-on, ik heb alles van de Sims nu weer, aan kids, add-on packs, noem maar op. Ik ben niet eens in het nieuwe wereldje geweest. Ik weet niet eens meer wat het nieuwe pack was. Ik weet wel de 2 kits die ik laatst gekocht heb. Wat iets met planten te maken en nog wat. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer wat. Mijn kelderspul of zoiets. Ik heb geen idee meer. Dus ik heb het wel gekocht, maar ik heb het nog niet gespeeld. Ik heb even geen animo om de Sims te spelen. Ik heb zoveel Sims gespeeld. Ik ga binnenkort beginnen met VR-opnames te maken. Weer. Want ik had al, dat had ik al verteld, ik had een map met VR-games die ik aan het spelen was. Maar die had de schijf ter ziele. Dus ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. En ik heb altijd moeite om een spel opnieuw te moeten spelen. Aan het begin. Daarom vind ik het een online game, een nieuw karakter maken, dat vind ik nog niet zo erg. Maar een gewoon spel dat je al 10.000 keer gespeeld hebt, dan moet je weer opnieuw, zoals Diablo 3 bijvoorbeeld. Maar ja, dat is niet te ver, maar ik heb dat zo vaak gespeeld dat als ik weer, ik kan geen nieuw karakter maken, want dan moet ik weer dezelfde quest doen. Ik zit te wachten op Diablo 4. Ik heb al een Engelse beta geüpload. Ik heb alleen geen Nederlandse kunnen maken, maar 2 delen, omdat de beta toen over was, want de beta was niet dat je zegt vloeiend. Ik heb gif gespuugd, want er kwam een timer in beeld. En dan was je bij 2 minuten en dan werd je in één teruggeslagen naar 120 minuten. En dat gebeurde meerdere keren. Dus ja, ik was blij dat ik die Engels had. Ik dacht, ik ga nou Nederlands maken, maar ja, dat is 2 delen. Maar 12 tot met 14 mei is er weer een open beta. Dan ga ik Nederlands doen. En 2 juni komt die voor mij. Kan ik hem gewoon spelen. En 6 juni, degene die hem niet gepreorderd hebben, kunnen hem dan spelen. Ja, dit was mijn privé momentje. Wat ik de wereld uit wilde brengen. Dat is eigenlijk 2 zielen hebben elkaar gevonden. En ik weet, hoe meer ik, ja logisch, hoe meer ik met beide ben, hoe meer ik te ontdek van dat, zeg maar. Hoe ze een beter leer kennen, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt wel heel fout, ontdekken. Nee, dat hebben we nog niet, dus. We zijn pas samen. Ik bedank je voor het kijken van deze video en ik zie je in mijn andere video weer terug. Ik weet alleen even niet welk spelletje ik gespeeld. Maar misschien dat ik. Hoe heet het spel? Ik vergeet steeds wat het spel heet. Waar ben je? Hoe heet het spel nou? Oh, ik hoop dat ze deze nou een keer gerepareerd hebben, want ik kan nog steeds
niet springen. Scorn, zo heet die, dacht ik. Weet ik niet veel. Oh nee, dat is weer allemaal datum. Ik heb hem nog helemaal niet gespeeld, dus dat kan lachen worden. Ik kan er niet eens tussen zien staan. Oh my no. Nanu nanu. Hij is waarschijnlijk al voorbij gekomen. Ik weet, hij stond altijd daar al. Oh, hier, score. Ja. Ja, je ziet, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik heb hem, ik denk, wanneer heb ik hem gekocht? Ik denk een maandje of drie geleden. Is het zo coast? Ja, ik heb zoveel nieuwe games gekocht. Maar Scorn is geen VR helaas. Ik heb wel gevraagd of er misschien een VR-versie van gemaakt kan worden. Want ik heb op YouTube heb ik wat gameplay gezien, niet alles. Ik heb het einde niet gezien bijvoorbeeld. Ik heb alleen een stukje naar het begin gekeken. Het is best wel bloederig en gruwelijk. Maar ik stop hier al. Bedankt voor het kijken. En ik zie jou in mijn volgende video. Doei doei.